is 1 uur. Ik luister graag naar SRS. Suriname, interactief. Ik luister graag naar SRS. Majausu. Majausu, majausu kroma bla gen ponuma. Miti hanka sama futroka maisa. Manafu brigiti ninkwa na hamilidai. Na kokotiban ponu, na fabandu. Manga nefu basi sa isina na kedua man kedua mpo. Otrochi majausu, usisi kuminintie. Ajamita jo goro enwae Dajo la la e Dajo la la o Mi dajo goro enwae Dajo la na e Anana kemenitie dondru buzu kuminitie Wendu Akemenitie gronta pufu pipri ankara buzu kuminitie Kienu babe kuma Fukribio sonu matabi baboro minti fave kuminitie Dari adem bifo tata basi balai basha yenga na basha pia Tienu ba Dede u kumbaluwa matadei Anon tonu, anon frangu Abre titi Dajo nanae Dajo nanae Ajami dajo goro yenwa Dajo nanae Dajo nanae Ajami dajo Tade na tina fevi bada wankara kuminitie We troki manja usu krobi krobi abaji mponu manafu bigitrika Abre, abre, abre Tade na sikai kemeniti ado brofo dani mitua Mayo yote tema mamba krobi jani Dajo nanae Dajo nanae Ajami dajo goro yenwa Dajo nanae Dajo Dajo nanao, tarei, ukopizonu kopija, goro minti fabe kuminitie. Dajo nanao, zafona bromanu, zafona brotando. Tarei, ufanuva, mainu ampe, ampe lali. Dajo nanae, ajami dajo nanae. Tu te vis d'un jour, bro, y'a noir. D'un jour, la noire. D'un jour, la noire. D'un jour, la noire. Que doit ma, que doit un pont. Que doit ma, que doit un paix. Que doit ma. Savo, savo, tu toi bon manier.
Sabo. Sabo tu tu aba manye. Sabo. Makamalua lua, wisapo. Kamalua lua, kamalua kabe. Kamalua lua. Ja, goedemiddag beste mensen. Het is zaterdag 21 augustus 2021 nog steeds. En het is tijd voor Majausu. Ik heet u allemaal van harte welkom waar u ook bent. Ik weet dat we worden geluisterd in Curaçao, in Verenigde Staten, in Europa, België, Frankrijk, Nederland. En daar is ook onze Tabassi Ramon Maknak. Ik groet hem hartelijk en natuurlijk ook alle andere leden in Nederland, maar ook in Suriname. Ik moet meteen erbij vermelden dat ook veel leden van Akata vandaag nog even buiten de studio zijn. Maar ze zullen één voor één binnendruppelen. Want in verband met corona kunnen we maar met vier in de studio. Maar ik moet zeggen, het is een heel interessant onderwerp vandaag. Dat gaat u zo van mij horen. Maar er zijn wel 10 leden die daar iets over willen vertellen, geloof ik. Die nu buiten op een bankje wachten. Dat zometeen. Mijn naam is Hans Paters, ik ben fiscari van Tabassi Ramon Maknak Windinstituut Kunye Akata. En ik wil bij deze ook gebruik maken van de gelegenheid om de president en de vicepresident te groeten. En alle notabelen, alle bestuurders, de coalitie, de oppositie en ook alle culturele organisaties, alle religieuze organisaties in het land. En laten we met z'n allen voor eenheid gaan en een sterk Suriname. Dan gaan we nu met het programma beginnen. Tabassi Ramon Maknak is in Nederland. En dan wil ik vragen aan Bassie Nicole Hooplot om te groeten, om daarmee te beginnen. Het thema van vandaag is zwangerschap en bevalling binnen de Winticultuur. Yes, mevrouw Hooplot. Oh, ini van pipli di dama yesa dama dama fra maini dama kutawo. Mioge te van kumani fu basi ya brofi ya broka me trochi fu basha klavo. Maar naar voor Brigitte Nink, naar voor Hamilidae, naar Bretie, maar naar voor Sisi Mamba. Dan heet ik u allen welkom in dit, deze Majaus, het interessante Majaalse onderwerp. Zwangerschap en bevalling binnen de Winticultuur. Ik zou zeggen, veel luisterplezier. Yes, dankjewel. En inderdaad, dan gaan we naar Kondere Jiminisha. Ook al beter bekend als Nachtegaal. Volgens mij heb je meerdere bijnamen, maar je kan verschrikkelijk goed zingen. Maar je kan ook nog meer dan dat. Maar goed, stel jezelf even voor. Jema ode, odi bayo, ala kondre mang ode, ode, odo, kondre sanswo faude. Zo, alle luisteraars en kijkers, van harte goedemiddag. En mijn naam is Jiminisha Godfried, a.k.a. Nachtegaal van Akata, a.k.a. Aisamba. Ik heb nog zoveel andere, maar dat zijn de twee standaarden. Juist. Veel luisterplezier. Dankjewel, dat is een geweldige binnenkomer. Ik vind het prachtig. En dan natuurlijk mevrouw Xomara. Ja. U bent elke week in het programma, dus de mensen kennen u inmiddels. Ze weten ook dat u altijd met een prachtige invalshoek naar buiten komt. Ja. Vanuit de Krisikre Soumani. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat u voor ons heeft. Ja. Goedemiddag luisteraars, mijn naam is Somara Stuger. En aan de hand van het thema zwangerschap en bevalling binnen de Winticultuur heb ik een mooi stuk voor jullie samengevat. De vrouw draagt en baart en is boven de man daarin bevoorrecht. Het recht om namens Anana zorg te dragen voor de voortplanting is verankerd in de vrouw. Zonder het vrouwelijk deel zal er onmogelijk nieuw leven ontspruiten. Dit gegeven is door de Almachtige Schepper binnen alle levende organismen vastgelegd. Het vrouwelijke en het mannelijke vormen de basis van nieuw leven. Zwangerschap is een grote of de grootste zegen die een vrouw na haar eigen leven mag ontvangen. Echter hechten wij weinig waarde aan ons eigen leven en ook weinig waarde aan het leven dat we ter verantwoording krijgen. Tijdens de zwangerschap zijn er diepe valkuilen die zowel man als vrouw op de proef stellen en hierdoor kunnen er spanningen ontstaan.
Hoe je omgaat met de spanningen is een van de sleutels van een goede zwangerschap. Na het vaststellen van de zwangerschap zullen de ouders gedegen onderzoek laten verrichten om juistheid te krijgen welke nieuwe creatie Ananaf wordt bestemd heeft om tussen hen te komen leven. Onderzoek het kind dat op komst is, praat ermee, geef dagelijks aan wat je gaat doen en betrek de vader bij deze communicatie. In Suriname worden nog veel oude tradities en rituelen uitgevoerd. In elke cultuur zijn er verschillende gewoontes en tradities, zeker als het gaat om zwangerschap en bevalling. Dan komen oude gebruiken vaak in beeld. Het is in ieder geval belangrijk om jezelf te beschermen. Sterk jezelf aan door je te focussen op de zegen die je hebt mogen ontvangen. In dit programma wordt er dan dieper ingegaan op dit onderwerp. Ik wens u veel luister- en kijkplezier. En hoop dat u heel veel hieruit kan leren. Ja. Ja, klein applausje. Mooi. Ik vind het prachtig. Dank u wel. Dan wil ik Bassie Nicole vragen om het thema een klein beetje te openen, toe te lichten misschien. Een beetje introduceren. Jawel. Ja. Zwangerschap en bevallen volgens de regels, normen en waarden van de Winti-cultuur. Het heeft met Winti te maken en met gebruiken te maken die buiten de westerse gebruiken zijn overgedragen. Vele helemaal vanuit Afrika. Want immers de westerse gebruiken van toen, die sowieso niet zo effectief waren altijd, want de kindersterfte was heel hoog in die tijd. Deze waren niet bestemd voor de slavenbevolking. En later op de Pranassi en in de districten was de hulp van de dokter ook niet direct in de buurt. Er bestaan gebruiken en gewoonten, sabis en konis, over het hele proces. Vanaf problemen met conceptie, problemen tijdens de zwangerschap en hulp tijdens de bevalling, maar ook daarna het herstel en borstvoeding. Het is niet altijd en voor iedereen eenvoudig om kinderen te krijgen. Dit kan medisch zijn, maar soms ook spiritueel. Kijk, stel een koppel probeert al jaren, maar niks, het lukt niet, ze kunnen geen kinderen krijgen. Medisch zijn ze beide gezond. Dan is het raadzaam voor hun om een bezoek te brengen aan de Doemang. Het kan namelijk verschillende oorzaken hebben. Kijk, het komt ook voor dat zo'n koppel uit elkaar gaat en dan pats, die vrouw raakt zwanger met van een andere man, terwijl dat met die ene man nooit lukte. Of die meneer die bezwangert de andere vrouw. Het kan zijn dat ze je fassie dat ze geen match waren. Het kan zijn dat de Winti dus niet met de hibi van de man of vrouw kon. Dus als kind ben dotti. Dus ze hadden met hun probleem naar een doemang. Ze hadden kunnen zijn gegaan naar een doemang of een doema om ze te helpen. Want de reden dat er geen kind kan komen kan zijn dat... Het kan ook zijn dat de Winti niet wil. Die Winti wil ze gewoon... wil die man of die vrouw nog geen kind geven. Omdat die Winti eerst bepaalde aandacht verlangt. Ja, dat kan ook een reden zijn. Amal Moester als kind van vrouw. Dat is ook soms een reden. Ja. Als een man of vrouw niet goed leeft met zijn of haar partner, kan het ook voorkomen dat de komst van een kind helemaal geblokkeerd wordt. En dan kan je naar het doemang gaan of de oemang en die gaat dan vertellen dat jullie niet goed met elkaar leven. En dan is het ook zo op te lossen. Want wat Tabassi Rahman Maknak heel vaak zegt, hij is niet alleen een doemang, hij is ook een socioloog, een psycholoog en al die andere dingen. Om dit uit te zoeken is dus een bezoek raadzaam. Kijk wat het probleem is. Maar een andere oplossing, daar gaat Bassie Jenny straks over bellen. Het zit er waarschijnlijk in, is het gebruik van moerudres. Die is dan ook raadzaam. Maar Bassie Jenny gaat straks bellen, want zij is eigenlijk expert op dit gebied. Maar zij kon vandaag niet aanwezig zijn. Ze is hard aan het werk. Want ze is hard aan het werk. Juist. Het werk gaat door. Ja. Ik ben zelf op de westerse manier bevallen. Alles eromheen. Ik had geen biggiesmas die me iets konden wijzen of vertellen. Maar wat mij wel met de paplepel is ingegoten is... Het begraven van de kumbaté. In Suriname doe je dat in de grond. En in Nederland is het ook niet een rare gewoonte. De Europese vrouwen die doen dat ook. Of bij een grote boom of ze zetten een plant op die plek. Ik heb begrepen dat er ook nog een andere manier is. Vooralsnog gaat waarschijnlijk Bassie Jenny daarover vertellen... is dat de BRT... De kumbaté niet wordt begraven, maar wordt gedroogd. En de reden daarvan gaat hopelijk Bassie Jenny uitleggen. Maar ik heb erover gehoord, maar ik wilde niet zomaar over praten. Over de navelstreng gesproken. In Europa is het bijvoorbeeld... Er zijn best wel verschillen. In Europa is het traditie
dat de vader de en ook in het Westen, dat de vader de navelstreng doorknipt. Het is van, oké, okay, de honors, hè, de vader mag dat doen. En dan is het ook een teken van die vader heeft het kind erkend. Hij is bij de bevalling geweest, hij is er geweest. In Suriname en binnen onze cultuur is dat niet normaal. Zoals Basie Alvo dat zei, het zijn vrouwenzaken. Hij bemoeit zich daar niet mee. Het is geen mannenaangelegenheid. Dus of de man of de man, dus zelfs treffen voor de mannen daar aanwezig te zijn. Want er is onrein bloed. Het is niet een plek voor een man om aanwezig te zijn tijdens de bevalling. Hoewel, ja, het mag wel. Maar soms is er een noodsituatie. Als het nood is, nou ja, dan kan niet anders dan nood breekt wet. Maar soms komt het voor dat de man juist wel nodig is. Dat het kind, men zegt, die jeeën van dat kind vereist de aanwezigheid van de man. En tot die man niet daar is, komt het kind niet. Nou, er zijn veel vroedvrouwen die zulke verhalen kunnen vertellen, zulke ervaringen kunnen vertellen. Maar dus zulke gevallen is het dan wel vereist. Even kijken hoor. Oh ja, er zijn nog meer redenen. Bij een bevalling kan het soms heel moeilijk gaan. Dus niet alleen dat de man bijvoorbeeld vereist, er zijn nog andere redenen. Hier komt het soms een windy stukje ook in voor. Bijvoorbeeld de vrouw is al 9 maanden zwanger en het kind wil maar niet komen. Of er zijn niet eens tekenen dat die bevalling gaat beginnen. Dan in Europa, wat ze dan doen, is gewoon die weeën opwekken of een keizersnede. Want ze vinden het kind is klaar, het is gevaarlijk. In de culturen gaan ze kijken van, er kan een bepaalde reden zijn erachter. Het kan zijn dat er fio-fio is gemaakt. Misschien met de vader, misschien met de grootmoeder, met iemand. Of er is takromoffo op die beren. Dus dan wordt dat weggehaald en die moeder die baat de kringsking. Dus wat best wel vaak voorkomt, is dat de akatakondere zwangere vrouw, voordat ze die 9 maanden halen, dat ze komen ze naar Akata om een kringsking te baden en met de vader mee om een fio-fio weg te halen, om eventuele complicaties te voorkomen. Ja, dit is wel raadzaam. Maar over het echte, hoe het er echt aan toe gaat tijdens de bevalling, voor de bevalling, tijdens de bevalling, voor de bevalling, tijdens het in verwachting zijn, is mevrouw Sherine is ook net binnengelopen. Mevrouw Jemnija zit hier en er zijn nog meer mevrouwen die ja, heel veel meer, heel veel ervaringen. Jawel. Dus ik stop eigenlijk. Ja. Ja. Dus het wordt een beetje een kleine stoelendans voor ons. Maar dat gaan de mensen op Facebook gaan dat kunnen zien. Ja. Mevrouw Stuger die heeft al plaatsgemaakt voor Kondre Sherine. Ja. Dus ja. Ook dank u wel dat u bent gekomen. Geen dank. En ik kijk even wie wil graag beginnen. Wilt u hier iets over vertellen? Basie Nicole heeft net een beetje ingeleid. Mm-hmm. En over inleiden gesproken. Oh ja. Ja. Is er iets waar u op wil ingaan? Dieper op wil ingaan. Wat van belang is voor zwangeren? Goeiedag iedereen. Ja. Sherin. Nicole heeft het goed aangehaald. Het moment dat je zwanger bent en eenmaal je het culturele beleid, is het heel belangrijk dat je dat stukje niet vergeet. Want tijdens de zwangerschap kan er nog heel veel misgaan. En eigenlijk heb je die push nodig van de geestelijke ook, van je mensen om je heen. En alles gaat samen. Het gaat gewoon niet los. Dus voor mij was het heel belangrijk dat ik het had tijdens mijn zwangerschap, omdat ik dan ook een hele zware zwangerschap had, moeilijke. En op een gegeven moment kon ik ook niet thuis blijven. Dus het feit dat ik dat stukje, had, was heel belangrijk voor me. Die push, die geestelijke begeleiding was heel belangrijk voor mij. Dat ik nu, het is al 5 jaar geleden, mijn zoontje is nu 5 jaar. En het was heel belangrijk voor mij, ik had het heel hard nodig. Ja. Dus het gaat eigenlijk niet los van het leven, je hebt het nodig. Het moment vanaf dat je zwanger wordt, eigenlijk het moment dat je zelf niet zwanger kan raken, heb je het nodig tot de bevalling. En het moment dat het kind opgroeit, blijft het nodig hebben. Dus het blijft een belangrijke impact hebben in je leven. Hmm. Ja, soms zie ik dat moeders heel vaak even zeggen, ja, meneer, ik moet je ook zien naar de cultuur. Ja, dat heb je ook, hè. Hmm. Maar zonder dat ze willen, staat het voor hun deur of staat het al heel lang op hun te wachten.
En zo'n kind heeft dan meestal te lijden. Want die moeder vertikt het maar om dat stukje te accepteren. Ja, dus gelukkig dat ook, sorry. Ja, tijdens de zwangerschap komt vaak echt heel sterk naar voren, toch? Die geestelijke kant van de balans van de beide partners, maar ook van de familie, hè? Van de hele beren. Maar of die persoon nou wil of niet, als die persoon in Suriname gaat bevallen, zijn er vroedvrouwen en er zijn vroedvrouwen met kennis. Dus als er problemen zijn, je wil of niet met cultuur bezig zijn, die vroedvrouwen weten wat ze moeten doen. Of je veel weggehaald moet worden, of dit gedaan moet worden. Ze hebben hun sabis en hun konis. Ja. Oh, oké. Nee, gaat u door? Nee, dat was... Ja. Ja. Misschien heeft Kondri Djemnisha onze nachtegaal iets toe te voegen. Waarover... Wat ik zou willen toevoegen... Ja. Vanaf je conceptie, de implantatie... Vanaf daar begint je zwangerschap eigenlijk. Mm-hmm. En het is zo, uit mijn eigen ervaring hoor... Het is zo dat je lichaam, je kra... En je winties ga je alvast melden dat je dat proces bent begonnen van zwangerschap. Oh ja. En hoe gaan ze je melden? Je gaat het dromen. Mm-hmm. Ze gaan je zeggen van je moet letten op wat je doet. Want je bent in zo'n proces van je leven is begonnen. Ja. En als vrouw, soms heb je het niet eens door. Want pas na 2 weken na je ovulatie komt je menstruatie. En dan pas... Na die 2 weken ga je zien van, mijn menstruatie is niet geweest. Mm-hmm. Dan pas ga je doorhebben dat je in de verwachting bent. Maar als je oplettend bent, van dat stukje. Ga je het eerder merken. Je gaat het eerder merken, want je kra gaat je melden, zeg van, vrouw, dit is het probleem. Ik ken mensen die vanaf het moment van de conceptie wisten, nu ben ik zwanger. Ja. Meteen wisten ze dat. Ja. Omdat het soms ook zo kan zijn dat je... van tevoren die melding heb gehad. Ja. Van daar gaat je leven nu naartoe. Mm-hmm. Dat verwachtte je. Het kan ook zijn dat winties komen en ze zeggen je van daar gaat je leven nu naartoe. Had je dat zelf meegemaakt? Ja, dat heb ik zelf meegemaakt. En de conceptie is belangrijk. Waarom is het belangrijk? Basie Nicole. Waarom is het belangrijk? Als je naarmate je opgroeit en je in een wintercultuur stapt, ga je... Je gaat eerst beginnen met waspratti. Dan ga je doen je krakari. En als je je kra hebt geroepen, dan krijg je meer van die lebapaimang, Busingi paimang, Jojo paimang. En meestal, de mensen die lebba paimang hebben, dan moet je weten waar die conceptie plaats is gevonden. Want daar ga je je lebba paimang moeten gaan zetten. Mm-hmm. Dus daarom is het belangrijk dat jij als moeder, als je in de verwachting bent, hou dat even vast. Want na 20 jaar, 30 jaar, als dat kind jou vraagt, ga je het moeten weten, want ik had mijn moeder ook moeten vragen. Ze wist het niet. Ik had naar mijn vader moeten gaan om hem te vragen. Maar gelukkig zijn er manieren om daar toch achter te komen. Ja. Gelukkig zijn er manieren om daar toch achter te komen. Maar als je het al pas onthoudt, mm-hmm. je als moeder, dan help je je toekomstig kind. Heel veel. Zwangerschap heeft veel regels. En ik ben een jonge dame van 21. Mm-hmm. En ik zie dat er heel veel andere jonge dames, net als mezelf, kinderen, ze raken zwanger. En zwangerschap heeft regels. Je gaat me niet zeggen dat je zwanger bent en dan ga je na 6 uur op straat. Het mag niet. Er moet even toegevoegd worden, want zwangere vrouwen, hun skin is open. Ze zijn open. Dus Dus na 6 uur mag je eigenlijk niet op straat. En dat... In de Surinaamse cultuur zeggen je oma zeg je van jij noem guastrati, ide tufasi. Mm-hmm. En dan heb je van die hardhorende kinderen, die hardhorende jonge dames, die zeggen van ja, dat van mijn guami dansi. Mm-hmm. Van in guai dansi, dan moet je ervoor zorgen dat je jezelf niet in zo'n situatie bevindt. Yes. Dat is een regel. Verantwoordelijkheid. Is voor je eigen veiligheid. Ja. Dat je grootmoeder of je moeder je dat zegt. Dat je na 6 uur niet meer op straat mag. Juist. Het is gevaarlijk. Want
Mensen zien de straat als iets normaal. Maar op straat gaan er mensen dood. Ogrina nga boom e waka. Toch? Op straat. Daarom zegt mijn oom altijd zeg van pasi die shide in een mik pasi lik man gwinti. Om elke dag op straat te gaan heen en terug is niet goed. Nee. Omdat je niet weet wat daar allemaal is gebeurd. Er zijn soms mensen die jaren daar zijn gebleven. En als jij als zwangere vrouw met je open lichaam daar gaat, je zet jouw leven en je kindsleven in gevaar. Ja, ja. En wat ik ook nu vaak zie, jonge meisjes, het wordt verwesterd, maar je kleding als zwangere vrouw is ook belangrijk. Je mag geen donkere kleuren aantrekken. Zwart niet. Je hebt een bepaalde manier hoe je moet zitten. Er zijn regels daarvoor. Je mag je benen niet kruisen. Je hebt bepaalde dingen die je helemaal niet mag eten. Ik hoop dat zometeen mevrouw Melissa daarop ingaat. Ja. Verder daarop ingaat. Je hebt trefoes. Dingen die je wel mag eten, dingen die je niet mag eten. Maar zijn dat standaard dingen of zijn het de dingen die altijd per persoon onderzocht moeten worden? Het hangt er vanaf. Ja, hè? Om te vertellen uit mijn eigen ervaring. Ik ken een mevrouw die dat ongeboren kind had rijst als trefoe. En ze heeft nooit onderzocht. En ze bleef maar het rijst eten. Op een gegeven moment, toepadrij, viel ze gewoon. Ze viel gewoon flauw op straat. Gewoon. Maar dat ding is, wij weten, omdat dat onze cultuur is. We weten, zeg van, een zwangere vrouw valt gewoon op straat. Of ze staat in de badkamer, ze valt, ze slaat haar rug. Is niet gewoon. En ze heeft dat nooit onderzocht. 15 jaar later wordt het kind geboren. En bij de bevalling raakt ze verlamd aan de benen. Dan weet jij al, als wintibeleidende, wat er eigenlijk speelt. Want je hele zwangerschap, je hebt dat kind trefoe gegeten, je hebt rijst gegeten, alle trefoes die je niet mocht eten heb je gegeten. En na de bevalling ben je doodziek. Je kan niet lopen. Dus dan weten wij wat er eigenlijk gebeurt. Ja. Je kan niet op dat kind letten, want je bent ziek. Je ligt in het ziekenhuis en je baby is thuis. Toch? 15 jaar later krijgt dat kind dezelfde problemen. Valt gewoon op straat. Krijgt dezelfde verschijnselen die moeder had. En dan gaat dat kind nu onderzoeken. Zeg van, hoe kan dat? Ja, op een gegeven moment leert dat kind, zeg van, ik eet mijn treef, race. En heb je al die jaren lang heb je dat kind het reis gegeven om te eten. Ja. Al dat kind strijfels heb je dat kind gegeven. Dus geestelijk heb je dat kind helemaal in de war gebracht. Dus daarom wilde ik ook heel graag over dit onderwerp praten. Omdat er jonge dames zijn met mijn leeftijd die dit soort dingen niet weten. En degene waarover ik heb het over mezelf. Ik heb het over mezelf en mijn moeder had het niet beter geweten, waardoor ze toch die fout gemaakt heeft, toch? En daarom wil ik het delen met de gemeenschap. Let op wat je eet wanneer je zwanger bent. Ja. Je weet maar nooit. En zoals Tomara zei, mevrouw Stuger, onderzoek het kind. Ja. Onderzoek wie gaat komen. Maar het is een beetje makkelijk gezegd, want als jij als zwangere zo open bent voor gevaar van buitenaf, dan ga je ook niet makkelijk naar een doeman. Nee. Dan moet je al een hele goede doeman hebben, een band, een vertrouwensband waar je echt van op aan kunt. Ja. Want dat is dan wel belangrijk, denk ik. Ja. En ik denk dat er heel veel jonge dames zijn die dat nog niet hebben. Maar is wel een probleem ook, denk ik. Maar heel vaak heb iemand in de familie gaat dan dromen wie gaat komen of wat oma weet en zo. Ja, maar ze negeren dat. Dat stukje. Het wordt genegeerd. Ja, ja. Het wordt in de meeste gevallen wordt het genegeerd, want nu is alles Facebook, TikTok, Westers. Je gaat naar de dokter en de dokter zegt alles is goed. Maar soms al zegt de dokter je dat alles goed is, het hoeft niet zo te zijn. Want het kan zijn dat er fio-fio is ontstaan tijdens je zwangerschap. Het kan zijn dat er smamoffel is op dat kind. Ja. En dat is heel gevaarlijk. Mensen staan er niet bij stil, dat kind gaat dood. Ja.
Dat kind gaat dood. Ja. En jij als moeder gaat moeten leven met dat verdriet je hele leven lang. Yep. Precies, want, wat je zegt, dat raak je niet kwijt. Je raakt dat kind vandaag kwijt. Mm-hmm. Maar in je hart en je geweten laat dat kind nooit los. Omdat je dat moedergevoel zit nog erin. En dat aspect is moeilijk. Het is moeilijk om dat kind los te laten. Toch? En dat zelf ook heeft een, het heeft daarna, dus als je, stel voor je hebt je kind verloren, daarna zijn er ook, er is ook nog een proces die je moet wandelen om te gaan naar je volgende zwangerschap. En daar is Basieni top in. Ze is er top in. Dus ik hoop dat er jonge dames luisteren die mijn leeftijd hebben. Maak niet dezelfde fout. Juist. Maak niet dezelfde fout. Want er zijn zoveel osodressies die je moet drinken voor in het proces van je zwangerschap om bepaalde ziekte bij dat kind te voorkomen. En tegenwoordig ga je naar de dokter en de dokter zegt je alles is goed. En je gaat naar huis en that's it. Maar er zijn een heleboel andere dingen. Soms moet je windy pie mang zetten voor dat kind. Soms moet je dat kind verkopen. Want je hebt bepaalde families met geestelijke problemen. Hibbies, ja. En dan moet je dat kind verkopen om, zodat je een gezond kind kan krijgen. Juist. En zodat dat kind kan blijven. Maar als je het niet onderzoekt, gaat dat kind dood. Of het kan soms zo erg zijn dat jij samen met dat kind ook komt te overlijden. En dat aspect van Fio, ik heb het meegemaakt in het ziekenhuis waarbij een Bosland-Creoolse dame, haar baby was 2 dagen oud en de familie van die man vond het is niet zijn kind. Het is niet zijn kind, dus het meisje heeft uitgelopen voor hem. Want zijn moeder is dat kind komen zien en die moeder vond nee, dat is niet haar kleinkind. Ze zijn terug naar huis gegaan, ze hebben kroeg toegehouden en 2 uur in de ochtend was dat kind dood. Voor sinds 5 uur, bezoektijd, 5 uur, 6 uur, 2 uur in de ochtend was dat kind dood. Daarom wil ik die dames, die ouderen, maakt niet uit, dames die luisteren, alsjeblieft, als er iemand in de verwachting is. Al vind je, ze heeft haar leven verpest, al vind je, ze gaat naar school, al vind je dit, al vind je dat, je bent geen God. Hou je mond. Hou je mond. Je bent geen God, hou je mond. Want wanneer degene dat kind kwijt is, die wond wordt nooit meer genezen. Die wond geneest niet. Dus als je niks positiefs te zeggen hebt, hou je mond. Hou je mond. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Hou je mening. Klinkt eenvoudig hoor. Hou je mening voor jezelf. Want jouw mening telt als het ware niet. Behalve als je voor dat kind, als jij voor dat kind moet zorgen. Oké, dan. Maar als je niet voor dat kind gaat zorgen, het maakt niet uit wie je bent, oom, neef, nicht, tante, buurman, buurvrouw. Hou je mond dicht. Ja. Want wanneer dat kind dood is, ga jij die pijn niet voelen. Okay. Die moeder gaat het voelen. Want een zwangerschap dragen, de bevalling meemaken en naast je kind liggen en zien dat dat kind doodgaat, is het ergste dat je kan meemaken in je leven als vrouw. Ja. Is het ergste wat je kan meemaken in je leven als vrouw. Dus laten we als vrouwen anders omgaan met elkaar. Ja. Ga geen negatieve dingen zeggen op die anders kind. Want soms komt het ook dat mensen je kind onnodig beschuldigen. Om te zeggen van ja, was ze niet zwanger, had ze door school wel af kunnen maken. Het gaat jou niet aan. Oké, dan. Het gaat jou niet aan. Het is haar keus. Het is haar blessing. Kijk naar van jou. Toch? En dat wilde ik even naar voren brengen. Ja. Uiteindelijk is het God die bepaalt of dat kind er komt. Ja. 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 Wie ben jij dan om te bepalen? God bepaalt dat. Voor die ander. Ja. En als er zoveel mensen zijn die allemaal wat te zeggen hebben, die zoveel een mening hebben, dan je ontneemt de genus van de genus plezier. Mm-hmm. Want hoe dan ook, je gaat het horen. En als je het niet gaat horen, gaat iemand je komen zeggen in je droom. Want wanneer we ergens zijn, zijn er meer mensen om ons heen dan wat wij zien. Ja. Toch? Je gaat het weten. Het onzichtbare, en die winties hebben gehoord.
Het universum heeft jou gehoord dat je dat gezegd hebt. Mm-hmm. Het gaat werken op dat kind. Het gaat werken, ja. Daarom moet je jij als vrouw zelf ook oppassen met wat je zegt met als je omgaat. Ja. En proberen om ruzie te vermijden. Als die man je hoofdpijn geeft, laat hem. Laat hem gaan met zijn hoofdpijn. Want wanneer jij daar staat, sta je er alleen voor. Je staat er alleen voor. Niemand gaat dat kind voor je persen. Jij moet zelf persen. Helemaal. Niemand gaat daar zo van je staan in die OK onder narcose. Jij alleen gaat dat doen. En daarom vind ik vrouwen ook nog wonderbaarlijke wezens. Want ze hebben die kracht om dat alles mee te maken. Ja. En niet fysiek alleen, maar geestelijk, mentaal hebben ze die kracht. Ja. Amen kuna majani kontum. Zo. Ja. En daarom vind ik vrouwen wonderbaarlijk. Letterlijk, en wonderbaarlijk. Ja, ze baren wonderen. Ja, toch? Je zegt het mooi. Ja. Dat is van mij kan uit wat ik zo'n beetje naar voren wilde brengen. Mm-hmm. Ik hoop dat er zijn zoveel andere dames. Ja. Ik heb nog eentje net bijgekomen. Ja, dus ik moet even zeggen, ik ga wel een mooi nummer draaien even. En dan kunnen we ook kijken of nog iemand anders in de studio kan komen. Ja. Volgens mij zijn. Als Sherine nog even iets wat toe te voegen heeft. Nee, voorlopig niet. Okay. Ik heb ook vragen voor die andere dames. Want ik ben nog jong. Ik heb nog heel veel jaren om te gaan. Jazeker. We gaan even luisteren en dan komen we zo weer bij u terug en gaan we verder met dit interessante onderwerp. Adena baka gora say sina maya.
En we zijn weer terug met twee hele bijzondere Akata-leden. Ik weet niet eens hoe ik jullie moet introduceren. De dochter van Tawasiram Maknak heet Bianca Maknak. De vrouw van Tawasiram Maknak, dat is Melissa Maknak Karwofodi. En jullie komen ook meepraten over het onderwerp. Ik vind het hartstikke mooi hoeveel leden vandaag zijn gekomen. Dat betekent dat het onderwerp leeft. Nou, en daar gaat het ook over, over een nieuw leven en de Winti-cultuur, de Winti-religie. Bianca, mag ik jou het woord geven over zwangerschap en Winti? We hebben het net even kort gehad over jonge meisjes die zwanger worden, over regels die erbij komen kijken als je zwanger bent, trefus, het bezoeken van een doemang. Wat is voor jou heel belangrijk bij een zwangerschap? Of bij je eigen zwangerschap. Ik laat je daarin vrij. Ja, goedemiddag allemaal. Zwangerschap. Gaan we Surinaams praten zodat het... Ja. Helemaal. Zeker. Heel graag. Ik heb veel geleerd. Vooral van mijn vader. De mensen om me heen. Ik heb twee meisjes nu. De ene is de oudste 12. De jongste is net 3 geworden. En ja, ik heb niet te veel meegemaakt, maar wat me bij is geleerd en wat ik heb meegemaakt, beide keren hoor, zeg maar. En ik ben er toch wel goed uitgekomen, want ik heb me aan de regels moeten houden en ik heb me ook eraan gehouden. Wat waren die regels? Ten eerste, kijk, laat me het zo uitleggen hoor, wat ik heb geleerd. Te iden aan bere. Ten eerste, im sap van je charis refi. Im sap suma na jou. En zo toek ching. Als je tenminste de kans hebt gekregen om het te weten, zo toek ching je chakan grondtapu. Ja? Oké, dan im sap van je go om. Je hebt ten tweede ook van im sap sa yin yang sa in yin yang. Im sap pe go pe inego en im sap een bijvoorbeeld fio. De eerste met je ouders helemaal niet. Het kan ook zijn bij fio is het verschillend. Ik kan deze dat inaf me ka fio, maar af fio ik kom niet, maar dan nog na jou want de ining, toch? Het kan zo zijn dat idee in mijn omgeving per fio en meki. Tap een moment dat je ski opo. Dus alles komt op jou af. En dat heb ik niet gemaakt. Dat is mijn ervaring. Mm-hmm. Alles komt op jou af. En dan, if bijisma daar of zo, ja, dan moet het goed komen. En de eerste, je hebt een bepaalde trefels ook. Wat je mag doen, wat je niet mag doen. Ik heb bepaalde dingen geleerd van Tidanga Bere. Bijvoorbeeld, Ineyang, Brombro uit Patu of Ineyang uit Patu. Inego draai in, with this support, op een Udufaya. Inego's doen tap u hurken. Dus bepaalde dingen, je komt niet laat thuis. Je gaat niet naar bijvoorbeeld bepaalde plaatsen. Je weet. Chillen, je weet, je gaat op bepaalde oren zwemmen, de zwemplaatsen, de soort president in je go. Ja, het kan wel eens, maar je moet weten wanneer er een time-out moet zijn en je weet ja. En een imsap ook to sayenyang. Ten eerste, als je geluk hebt, sommige mensen hebben die geluk zoals ik. Misap sami be magyang en wat niet. Want dat kan ook zijn dat bijvoorbeeld je een ziek kind krijgt. Want in je map je treffen. Weet je? En het is, dat heb ik ook bij iemand gezien. Dus dat heb je ook. En wat heb je nog meer? Je hebt een heleboel dingen hoor. Je hebt een heleboel dingen. ruzie. Dus je vader, je moeder, eerste binnenshuis. Je gaat weten wat je zegt. Vooral wat je zegt. Je moet echt weten wat je zegt. En kijk, ik heb
Die ervaring heb ik niet echt met mijn moeder en mijn vader, want ik ben vrede. Hoe ik hier ben, mijn vrede, Sani. Vooral voor mijn vader dus. En gelukkig, mijn vader is iemand, wanneer een vrouw zwanger is, ben je net God voor hem. Ja. Ja, je bent heilig dus. Volgens mij ook al heb ik wat, zei ik wat of zo. Zij zag het gewoon even, dus zij keek er gewoon even naar. Ja. Dus, weet je, dus je bent gewoon heilig voor hem op dat moment. Maar ik als kind moest weten van, hé, hey, tot daar, weet je. Ja. En, maar dat is ook belangrijk voor de omgeving van iemand die zwanger is. Hè? Dat je over dingen heen kan kijken. Van, zorg dat die vrouw die zwanger is niet in de problemen komt door jou. Ja. En kijk, wat ik wil zeggen aan de, vooral die jonge dames hoor. Ik was ook jong toen ik zwanger mijn eerste kind kreeg. Ik, niet dat ik perfect was, maar ik dacht alleen aan één ding. Mijn kind en ik. Aan niemand anders of zo. Het maakt niet uit wat mensen willen zeggen. Of dat ze dat zeggen of dat. Ik denk daar niet aan. Continu vanaf de eerste tot de laatste man, mijn kind en ik. Ik moet goed, het moet goed verlopen. Ik moet een gezond en wel kind krijgen. Dat alleen verstond ik. Dus dat is dat. En wat is er nog meer? Even kijken. Dus dat is tijdens de bevalling. Nee, wel tijdens de zwangerschap. Ja. Maar tijdens de bevalling zelf. Mm-hmm. Want ik ben westers, heb ik het helemaal gedaan. Ik ging naar de gynaecoloog, alles check-up. En dan moest ik dus naar het ziekenhuis. Alles gebeurde zo. En daarna kreeg je navelstreng niet. Ja. Je moest echt vragen. Je kreeg het niet. Ik heb beide kinderen met keizers niet gekregen. Ja. Bij de eerste was mijn oma er nog. Mijn vaders moeder zalig. En ik had het niet eens door dat ze dat had meegenomen, heet het. Ja, die combaté. Ze had het meegenomen en ze was het gaan planten thuis. Dus bij de tweede is hetzelfde gebeurd. Dat heeft mijn vader zelf geregeld gedaan. Ja. Dus, en wat ik ook mag zeggen. Mijn vader, bij beide kinderen van me was hij moeder en vader. Voor me op dat moment. Dus ik weet niet hoe ik het moet waarderen of ik weet niet, maar beide kinderen, mijn moeder woont in Nederland, dus hij was hier met me. Ja. Dus beide keren, dus en ik heb het letterlijk zelf gedaan daarna. Er is niemand anders die het ik weet niet wie me hielp of zo. En met keizersnee, en bij de tweede was het erger, met keizersnee, maar ik heb het echt zelf gedaan. Ja, en ik ben, mijn kinderen zijn gezond en wel. En wat ik ook aan die jonge dames wil zeggen, meegeven, vooral op dit gebied hoor. Ik ben ook koppig, andere gebieden, maar op dit gebied ben ik echt bang. Ja. Dus ook aardig, ook tikkie zo, ook bisma, ik goe. Daarom kan ik het ook aan een ander vertellen. Ik kan er van mee praten. Ik kan je bij, als ik zie dat je scheef gaat, kan ik je zeggen van, dat niet om doe, of weet je, en, of doe dat zo, of doe dat niet zo. Omdat ik het weet en ik ben er zelf goed uitgekomen. En vanaf gekomen en, wat wil ik zeggen? Ik kan wat zeggen. Ja, als je kind er al is, als een baby er al is, is het, dan pas begint het, kan je zeggen. Dan pas begint het, vooral als het niet een normaal kindje is. Ja. En ik mag niet klagen. Ik heb precies gedaan, gelijk gedaan wat ik moest doen. En ik kan niet over een ziek kind praten. Als er een thema was van zieke kleintjes of zieke baby's. Ik hoop dat die thema er kwam. Maar ik kan er niet over praten, want mijn kinderen worden niet ziek. Omdat je hebt gedaan wat je moest doen. Ja. Maar inclusief ook baden van tevoren. Ja. Ja, je kent jezelf. Je wist wie ik zou komen. Ja. Ja.
Mijn kinderen, dus niet eens, dus het enige toen ze ziek waren, is het, toen ze pokken kregen, dat was het enige. Ja. Niet eens een loopneusjes of dat soort dingen, ja. Griepkoorts, nee, ik weet niet wat dat is. Mm-mm. Dus als een ziek kindje plotseling op me afkomt, ga ik niet weten wat ik moet doen. Dus als je dus luistert tenminste van, hey, als mijn vader zegt van, hey, dat moet je doen. Soms ga je wel een beetje tegenspraak hebben, maar toch doe ik wat ik moet doen, vooral als het om het kind gaat, maar dan ja, komt het goed. Ja, maar niet iedereen heeft een doeman als vader. Nee, maar ze hebben wel biggismas. Juist. En die kinderen van nu, die jongeren van nu, ze denken dat ze alles weten. Mm-hmm. Ja. Ja, en ik maak ze mee, ik zie ze. Maar soms denk je van, soms zit ik, want je moet niet komen horen van, eeuwig meer pre-sabisma. Je weet toch, want dat heb je ook. Of soms zit je rustig en dan kijk je. Want ze denken dat ze alles weten. En mm-hmm. totdat ze zien van, hey, het gaat mis. Of soms verliezen ze dat kind. En wanneer je gaat luisteren vanaf het begin, dan rinkelt een belletje van, hey, dit is nou zo adu. Mek zo sa. Mm-hmm. Weet je, dat is ab anaf, bela sap ching. Weet je, het is heel makkelijk. Het gebeurt vaak. Het gebeurt heel vaak, vooral de laatste tijden. Soms ligt het aan het kind zelf, soms aan de ouders. Dus nou, vaak is het veel te maken. Ja, ja, ja. Mm-hmm. En soms, sommige mensen hebben geen bigisma, zei Ozo. Dat is ook zo. Ja. Maar soms kan een heel veel vrienden. Ja, een buurvrouw. Ja, of iemand. Of zo. Ja. Of iemand zit je van, hé. Doe zo, of zij die niet doe zo, of ja. Ik doe zo, jere, of weet je. En soms denken sommigen denken van, vrouw, mijn big jere, zo maar hier kan naar jou, of wat dan ook, weet je. Ja. Dus ja. Dan heb ik een vraag voor mevrouw Melissa. Na de zwangerschap, dus het kind is gebaard, ja, in Europa, nou ja, ga je naar huis, je hebt een kraamverzorgster daar, mensen mogen op bezoek komen, maar hangt vanaf hoe erg de bevalling was. En dan is er een vreemde vrouw die dan voor je zorgt. Het is volgens mij verplicht. Het is niet heel erg verplicht, maar als je het niet doet, dan gaat de gemeente kijken waarom je die kraamverzorgster niet naar huis wil. Want misschien zijn er dingen die je wil verstoppen. Dus het is verplicht. En er wordt verder niets dat je. Maar wat wordt er in Suriname gedaan, in de winticultuur? In de culturen, dus na de bevalling. Hoe verloopt dat? De verzorging van de moeder? Hoe geneest de moeder weer snel? Want daar heb je dus die vreemde kraamverzorgster, die heeft ervoor geleerd. En die kijkt naar de wond, als de moeder is doorgescheurd, zulke dingen verzorgster. En ze doet het huishouden, zodat de moeder dat niet hoeft te doen. Goedemiddag alle luisteraars, ik ben Vrouw Melissa. Jawel. Na de bevalling, of wat ik heb meegemaakt na de bevalling. Ja, ik ben niet in het ziekenhuis gebleven. Ik ben dezelfde dag naar huis gekomen. Na de bevalling ga je binnen 2-3 dagen via water baden. Dat men met kruiden. Ja. En, of tenminste, ik werd gebaard door Basie Eni. Ja. En ik werd een maand lang gebaard door haar. Ze is heel streng. Ze baat me met alles. Ze dampt me. Ze bindt na het baden. Bindt ze mijn buik. Heel strak met een katoenen doek dat gemaakt is. Dus daarmee gaat ze mijn buik heel strak binden. En als je daarmee klaar bent, dan ga je een grote kan. Dat was met bita. Dus echt bitter. Moet je in één keer drinken. Dus na de vijf, het gaat 3 maanden lang. Moet je dat blijven doen. Maar de eerste maand heeft ze me wel gebaard. Ja. De 2 maanden ga je dat zelf moeten doen. Dat is om al het vuil dat in je buik is of in je buik zit, weg moeten spoelen. Gewoon ook die dat doet. Dat is reden. Drie maanden lang doe je dat en je blijft. Jij en je baby eigenlijk blijven dan op één bed slapen. Je slaapt niet naast je man. Dat is ook goed. Hij slaapt ook heel apart. Dat doet wat er verder gedaan. Ja, je gaat bepaalde dingen niet kunnen eten. Want het gaat dus eigenlijk, als je weet wat voor kind je hebt, ga je bepaalde trefels helemaal niet eten. Want dan kan dat kind dan hetzelfde trefels overnemen. En dan kan zo'n kind ook, laten we zeggen, ziek worden of
laat maar zeggen, ook dat kind kan gehandicapt worden. Alleen doordat je die trefels hebt gebruikt of je hebt gegeten. Ja, dat wordt er gedaan na de bevalling. En je gaat ook niet naar de bevalling, je gaat naar de winkel. Of al ben je een maand voorbij, je gaat naar de winkel of niet. Dat doe je ook niet. Je blijft 3 maanden lang binnen. Zang. Als dat kind wel naar controle moet, dan breng je dat kind wel. Ja. Maar voor de rest blijf je thuis. Je gaat niet uit, je gaat niet op bezoek. Nee. Je blijft thuis. Compleet. Ja. Gewoon, dit is non-existent in Nederland. Ja. Gewoon niet. Echt. Ik ben zelfs na een maand dacht ik van oké, ik ben naar dierentuin met mijn kindje geweest. Je koopt ook niet. Je mag niet koken. Ja. Alles wordt voor je gekookt. Alles wordt voor je gedaan. En je koopt ook niet voor je man. Niets. Je moet dan ook op één plek blijven zitten. Want je zitten. Moet ook... Ja, dat alles heb je gedaan naar de bevalling. Want vooral dat schoonmaken, dat gedeelte, dat gebeurt gewoon niet. Jawel. Ze hebben een oude gewoonte in Europa, dat heet, suikermuisjes. En kleine anijsmuisjes krijg je dan die beschuitjes met muisjes. Maar dat anijs dat erin zit, dat is eigenlijk een restje dat over is gebleven van het schoonmaken van de vrouw. Dus dat ze eigenlijk anijs drinken. Dat is het enige, maar het is gewoon alleen op die ene dag. Zang? Ja. Ja, dat is na de bevalling. Of de regels na de bevalling. En wat about het bezoek van het kind? Het bezoek van het kind gebeurt meestal na een maand. Niet na een week of zo, misschien na een maand. Ja. En meestal wanneer men het kind kan bezoeken, moet men misschien wat meenemen voor dat kind of zo. Of niet altijd, maar in de meeste gevallen heb ik dat wel meegemaakt, dat iemand wel wat voor dat kind meeneemt. Ja, want in Europa maak je gewoon mee dat de ouders, de grootouders, die komen meteen op bezoek. Hele families komen op bezoek. Gewoon in dichte omstandigheden. Meteen, hè? Nee. Dus die afstand bewaren is heel belangrijk, hè? Ja. Dank u wel. Ja, na 8 dagen. En als je het kind navelstreng dan gaat... is het navelstreng? Volgens mij is het de moederkoek, de placenta, toch? Moederkoek? Nee. Het is gewoon dat hele ding wat ze... Navelstreng. Ja, dat hoort dan. Maar meestal droog... is het anders. Meestal wordt het gedroogd. Oh ja, en het wordt soms gedroogd. Ja, en dan medicijn ervan maken voor het kind. Dus dat doen ze eigenlijk ermee. Maar dat is eigenlijk Bassianis afdeling. Ja. Ze gaat zo direct bellen. Oh, timecheck is dus, ja, we hebben over 2 minuten timecheck. Na 2 uur gaan we vragen of ze kan bellen. Dus Bassiani, u luistert mee, dat weten we. En ik hoop dat het werken toelaat dat u ook kan bellen na 2 uur. Ja. Dan kunt u nog een aantal dingen toelichten. Ook toelichten over de moerodressie. Ja. Deze is Dorothy binnengelopen. Jawel. Middag. Wat ik erbij wil toevoegen. Men vergeet dit vaak. Aan het moment dat ze pakken dan bij de lekkumas, dan praat ik over normale gevallen. Ik praat over normale gevallen. Aan het moment dat ze ze pakken, ik hoor bij de janga bij. Ik moet sabi suman appa. Ik moet steer appa. Ik moet steeg appa. To be tak outrom pa. Je moet ervan uitgaan, je lekkuma, je danga bere, zodat is het voor jou en je kind alleen. Nee. Tupching, tusma en mekwampching. Toch? Ik praat over normale gevallen nogmaals, mensen. Je moet therapie. Alles wat je doet, ga je naar de dokter, ga je voor consultatie, ga je. Je go naar Bonukampo of wat dan ook voor je baby, voor je zwangerschap. Je moet therapie. Moet je altijd doen. Je kan doorgaan nog 1 minuut, zegt hij. Ja. Want als wat ik zei. Na toesmee met Wampching. Alles wat je doet, ik ga weer in herhaling pleiden. Want in de meeste gevallen vergeten wij als vrouwen de vader. Mm-hmm. Begrijpt u? Mm-hmm. We moeten op de pad toe, want if anybody actually body toe. Dat is waar. Dat wil ik meegeven. Ja, het is een natuurwet ook dat je het takes two to tango. Ja, ja. Ja toch? Ik snap dus, wat je bedoelt. Ja. Dat is heel belangrijk. Dan, de timecheck is er nog niet, dus nog 20 seconden. Ik zat te seinen met mijn vinger, maar dus het was geen seintje van ophouden, maar. Wat ook wel zijn, vooral jonge dames van nu. Je bent zwanger. Je hebt heel veel jonge dames die zijn zwanger, maar de kleding, de manier hoe ze zich
Dan gaan we dan na de timecheck gaan we daarop in, want nu is het wel 2 uur en we komen zo bij u terug. Ik luister graag naar SRS. Suriname, interactief. Ik luister graag naar SRS. Yes, en we zijn weer bij u terug. En het hele belangrijke onderdeel, de kleding, daar gaan we verder op in. En ook kunnen we doorgaan over wat u daarnet zei, mevrouw Dorothy. Dat is dat de vader die moet erbij betrokken worden. Ja. Want het blijft niet bij alleen verwekken alleen. Ja, klopt. Juist, want dat kind heeft gewoon beide nodig, toch? Klopt, om een goede jaar. Dus even los van alle uitzonderingen waarin het wel ja, niet anders kan. Natuurlijk zijn er gevallen waar de vader er niet bij kan zijn, waar de vader er niet bij is. Of begrijp je, maar we praten over normale gevallen. Ja. Waar de moeder dan de vader niet moet afstoten van ja, ik ben nu al zwanger en ik heb jou niet meer nodig. Daar begint het probleem aan, begrijp je? Ja. Dus je moet met basilop taking, je moet teri densma. Begrijp u? Kan je nou maar even passen die met je kont dat jullie kima, ik kon zwanger, dat je stoot op weg, ben je gek. Mm-hmm. Moet je niet doen. Ja. Daarom zeg ik, ga nog maar in herhaling treden. Tegi appa, teri appa, ik moet sabi suman appa doen. Ja, ja. Dat is het. Ja, mevrouw Melissa had het over kleding. Ja. Trek behoorlijk aan als vrouw, weet je. Men hoeft niet altijd je zwangerschap te zien. Mm-hmm. Het is niet nodig dat men je zwangerschap altijd ziet. Trek behoorlijk aan, nette kleding. Je hebt een heel mooie, dat nette... Het is nodig, het is ook niet goed, dat mag niet. Ja, dat wilde ik ook vragen. Zwangerschap trek verkeerde kleding. Aandacht, hè? Ja. Het zijn jonge kinderen die nu heel veel zien. Ja. Zelfs heel korte dingen aantrekken. Het is... Ja, ze zijn zwanger, maar ja. Maar wat vinden jullie dan van die vrouwen op Facebook die dan heel trots hun zwangere buik laten zien? Want dat zie je ook heel veel. Dat is echt een trend. Ja, want ik wil weten of dat ook gevaarlijk is. Als ik daarop even wat mag zeggen. Ja. Ik heb het altijd geleerd van... Tiu danga bere grondapunaf sabi. Want er komt heel wat naar je toe. Juist. Begrijp je? Als men weet, weet men het. Mm-hmm. Dus, en heb je weer van die culturen, hè? Je hebt de westerse cultuur en de niet-westerse cultuur. Wij niet-westerse culturen, we houden het, ik ga niet zeggen verborgen, maar men hoeft niet te weten dat je het te weten. Ja, begrijp je? Ja. Maar als je weer kijkt naar de Europese cultuur, vanaf, volgens mij vanaf dag 2, ik overdrijf hoor, vanaf begin wanneer ze een echo gaan maken, is het al op FB. Ja, ja, de echo-foto's zelfs. Ja, alles, ik bedoel van, bij mij... mensen. Ik ga u toch even onderbreken, want Bassiani belt. Ja, oké. Goedendag, Bassiani. Ja. Jawel, ik herken uw nummer. Leuk dat u toch kunt bellen, want ik weet hoe hard u aan het werk bent. Ja, ik zou zeggen goedemiddag binnen en in het buitenland. Bassiani groet. Ik heb zo geluisterd, zo een beetje meegeluisterd naar de dames. Prima, Genisha, mevrouw Melissa, Bianca, Sherin, Dorothy. Ja, mooi. Ja, man. Mooi. Helemaal prima. Basie Nicole, u had een paar vragen voor mij, dus Basie en u luistert zo'n beetje mee. Ja, oké. Okay. Je microfoon is aan, ja. Bassiani, goeiedag. Soms als mensen niet zwanger kunnen raken, is het ook raadzaam dat ze gebruik maken van Murudresi. U bent vooral expert. U heeft heel veel kinderen op uw naam, om het zo te zeggen. Hoe moeten mensen hiermee omgaan en wat doet Murudresi precies voor ze? Zo. Murudresi is een middel. Dat je baarmoeder helemaal reinigt. Maar Basileni raad een vrouw of een dame maakt niet uit. Eerste aanrading is je aanmelden bij de
vroedvrouw of bij een gynaecoloog om je helemaal te laten onderzoeken. Als er geen complicatie als vrouw is en u heeft moeite gemaakt om zwanger te worden en dat lukt niet, normaal, raad ik aan, zeg van, dan mag je die moerodresi wel drinken. Schoonmaken, dat reinig je van binnen als vrouw. Ja, dan, en ja, dan gaat het werken. Misschien ben je van binnen vuil, echt vuil. En ja, dan kan je niet zwanger raken, zolang je dat niet hebt gedaan. Of bij sommige vrouwen ook miskraam gehad. Dan gaat de bigisma etaki a fossip king in Yamatrawang. Dat betekent ibere imuru doti. Wel, u bent aan het praten, sorry. Ja. Hallo? Hallo? Oh, hallo. Oh ja, dankjewel. Ja. Marilva, die is nu ook daar binnen gekomen, want ze had speciaal voor u een vraag. Ja. Marilva? Yes. Ja, goedemiddag, leden, luisteraars, kijkers. Ik had een vraag voor Bassi Yenia. En mijn vraag is... If was my by one thing ba, toch dat koot ik was aan kom sa, dus de by ouders nanga des ouders voor atjins revi, dan des mag ik nou wat trapresi voor serap chimbaka. Wat voor gevaar kan het brengen voor dat kind? Ik zeg dit. Den first by mananga bij pafu apching, raad ik aan, zeg van, jij als ouder, mi denki, dat je moest mek contact nanga wans ding. If na man of na vrouw, simpel zeg van, er is iets ertussen gekomen, wat geval kon ertussen, zeg van, we willen dat niet meer, er is gekozen, gepland daarvoor, we willen iemand anders dat kind laten kopen. Oké. Ja. Maar je moet voor raad de posies maar van bij abting. Abting, oké. Ja, je moet voor teerding. If je nou teerding, als het iets misgaat, want akka kon erbij, dan ligt het aan de mensen zelf. Ja. Maar mi boraad aan, mi etaki, hoe mi zee zegt van, je moet dat eerst doen. Oké, maar als dat toch niet gebeurt, kan er iets erg gebeuren met dat kind? Nee, ik denk het niet hoor. Mino denk je dat Wang ernstig sani ook komt van een actie. Want toes maar, mannen wat om mee bijeen. Ja. Ja. Oké. Dan had ik nog een vraag voor u. We hebben het gehad hier over die combaté, die navelstreng. En het wordt begraven, maar soms wordt het ook gedroogd en als dresi gebruikt. Kunt u daar wat meer over vertellen? Ik zeg die navels, of zeggen jullie, aan nageboorte. Ah. Want een navelstreng is dat gedeelte dat nog aan die navel van dat kind zit. Ja. Die nageboorte is die moederkoek is wat... Op het laatst de achter de voetvrouw terug naar buiten. Dat ja. Sowieso bij thuisbevallingen. Soms in het ziekenhuis ook, als men het vraagt, wordt het meegegeven. Als jij als vrouw dat wil, wordt het meegegeven naar huis. Je go praning, ja. Een plantje erop. En dan zie je, kan jij zelf zien als ouder hoe dat kind groeit. Ja. Maar die navelstreng zelf die daar achter bleef. Ik heb geleerd hoe niet afo, maar Lina, Helena, Juliana plat. Ik heb geleerd van als het van de navel is afgevallen, je zet hem in een poederdoos, het droog, echt het droog. Soms als je voelt dat is hij hard, niet leren zeg van
als dat kind die buikpijn blijft krijgen. Je nakak poeder even poening. Ik pot het in wang. Net een theelepel, dat je een theelepel kan geven. Je maakt een opokoeko even. En afkoelen. En dat je die op 10 voet tapabere ati. Dank u wel. Ja. Oh, Marilva heeft nog een vraag. Ja, ik wil nog iets bijvoegen op dat wat Dorothy zei. Zeg van... te... ap umas madenanga bere... am raadpleeg amang. Toch? Am tega amang. Tak, oh ja, am tega amang. Tak adenanga bere fu amang. Maar, sami wan takitab dati na... so lisi... so umas manu mandu asan dati. Zede mek mi etak dati... omdat zo'n vrouw het tjadis refilek krabu in bari. Ja toch? In elkaar de, na nga wamangi ap wamana oso, de je hori bezig na nga verschillende manadoros hi. Ja toch? Dat kan de, ik hoor beref wanf de mandat, als dat niet gebeurt vaak toe, ik hoor beref wanf de mandat, dat ap poti man sa de na oso, je teka bere tja langa go gaman tak na emting. An elkaar alibi dat moes hou op. Omdat mina umas mas refi mi sap fa asan dat, ik voel aan voetbal schuldig was met dat na een tje waarvan aan een tje. En daarom maak ik de mange keer om als maar tegenwoordig toe. Tegenwoordig toe. Maar als dat gebeurt, want wat Dorothy zegt, dus je moet die vader zeggen, het is van jou. Maar wat als die vrouw zegt tegen de man met wie ze is, het is van jou, maar het is niet die vader. Hoe erg is dat? Het kan het doel kosten. Sorry hoor, ik moet even lachen. Was jij niet er nog? Jawel. Ik begreep Marilva. Ik zei daarom in normale gevallen hoor. In normale gevallen. Ja, ik was benieuwd. Gaat u door. Ja, Bas Jenny, wat dan het geval is? Is net wat Marilva zei, is een heel ernstige. En ik zou dit erbij willen voegen. Ik was aan die King Kong Banagron Tapu. En ik ging op King Wang Wampa di Ano Impa. De consequenties nana juleki mawan. Ik was een probleem kong op King Siki. Ik denk dat je tang tak na amandati. Maar Ano Eric in a rutu in a bere dat op King. Dat de gevolgen zijn voor jou, want je taal noemt het dat na amandat abatting, amandat abatting, terwijl anama abatting. Qua winti, de pot abatting in sani, bij het probleem ben kan los op snel, dat ting abatting ben kan betere. Je libatting, terwijl ik zat als moeder, voor ma ik zat dat anama abatting. Vind ik soms erg voor bepaalde kinderen hoor. Ja. Bianca had nog een vraag, toch? Nee. Oké. Okay. En ook toe, de maningre, die saptak igiwan vrouw bere, no longi abere. No longi abere, want die saptak, te yogo du, te yogo tunke, toch? Yo, je vier schwiti, as schwiti na yunanga vrouw weviering. Maar te asorgo kong ba, a moment sa vrouw raken zwanger, in mank na klagi de consequenties. Ja, toch, want is dat boemboen tak teo go on condoom. Ik ga lopen die anders af, weet je? Daar heb ik deze ook nog een vraag voor Bassi Jenny. Want wat als die vader niet wil? Die vader rent weg voor het, wat ze zegt? De zorg. Voor de zorg. Dus die hele zwangerschap, die moeder is... ze kan die vader niks zeggen, want hij wil het niet horen. Die vader zegt meteen, het is niet mijn kind, ik bemoei me niet. Wat voor consequenties heeft dat voor dat kind zelf in die zwangerschap van die moeder? En bij die bevalling en alles erna? Ja, is niet dat hij na een zware stukje aan ma, aan vrouw. Maar ik als een vrouw, een biggest man, na oso, dan jullie ouders voor een vrouw. Nee, je biggie, je vang je op, je biggie, tak mofo, poer mofo. Soms is het hard, soms is het ook toe, zeg van, de afro moet go bevallen dan. Problemen ik kom. Na bij sommige vrouwen, nadat ik tja, zeg van omdat dat panode, om met biggie taki, dan een vrouw neem op is dat zwaar. Of met bij sommige vrouwen aan het tak aan de koti, maar door dat stukje je konde tussen
in de meeste gevallen na cabra, jor kasani ik kon dat even, dan is dat papisi dat hij zegt van, afrouw no man, pers normaal met kapchinko na door dat am do cases nee. Mm. Is echt ja, een gevaar voor die vrouw soms. Dank u wel. Maar die abigis manai ofzo, ja, dat is dat va, die vangen af en apis dat op. Dat na een vrouw in stinte aan momenten door als een vrouw moest bevallen. Je teren begin, takang en wase wan shoot wasa. Begin masra gado, taki, a moment odoro. Maar mek denk, ge wan mooie bevalling. Mek alles lopen super. Begin de bikis ma, begin de winti se tjara afro. Dan mi denk hier, tak alas ane go kombung. Ja, dankjewel. Ja, dan wil ik wel nog even dat u uw nummer bekend maakt. Want er zijn ook waarschijnlijk luisteraars die uw hulp op een dag nodig gaan hebben. En ik zal het ook even zeggen. Uw nummer is 725-4303. Dat klopt toch? Ja, helemaal. Ja. Helemaal. Oké. Okay. Dan... Ik zou zeggen, ja? bye, slice, alle luisteraars. In Nederland, Basiraman. Ja. Bye-bye daar in de studio. Hartelijk dank. Bye-bye. Dankjewel, Masiani. Tot straks. Jawel. Ja. Dan, ik val de vrouwen niet aan, hoor. Ik val die vrouwen echt niet aan. Maar ja. Ik praat gewoon over de waarheid. Ja, ja toch, Juan. Tegenwoordig heb je ook vrouwen die naar bed gaan met mannen om geld. Ja. Niet tegenwoordig. Dat is voor alle tijden. Ja, sinds de tijden van altijd. Het is helemaal geen taboe meer. Ik ligt nog aan roken ook. Dat was altijd het oudste beroep. Nee, maar ze bedoelt niet het beroep. Ik bedoel zeg van dat ze naar bed gaan met die in Nederland noem je het briezersletjes. Je krijgt wat Hans... Ja. Dus niet mensen die professioneel zijn, maar die het eventjes doen. Ja, je krijgt wat van die man. Ja, precies. Of een drank. Denken dat ik aan mango niet ben vrouw, dan mango zo goed ding. Het gaat niet altijd zo super, hè? Ja, maar het heeft wel geestelijke consequenties, zoals Basiani uitlegde. Ja. Het is vooral wat Jimnisha zei van tevoren en wat volgens mij jullie allemaal hebben gezegd, vooral naar de jongeren. Denk goed na wat je doet. Want het is op dat moment dat het gebeurd is, is het niet meer lang levende lol. Het is jij, je kind. Ja. Ja, en het heeft geestelijke consequenties. Ik weet niet hoe andere vrouwen het zien, hoor, maar mijn ervaring, zwanger zijn. Ik weet niet. Je bent. Ik voel me anders. Ik voel dat ik ook in heel groot gevaar ben. Ik weet niet, maar mijn lichaam is zo. Dus ik vind zwanger worden geen spelletje of dat ik het leuk vind of. Ik weet niet. Het is niet normaal. Ja. Toch? Ik vind het niet iets normaal dat je gewoon. Sommige vrouwen worden gewoon continu zwanger. Ze vinden het gewoon normaal. Maar ik zie dat niet zo. Dus, en ik weet niet hoor. Zwanger zijn. Voor mij is het speciaal. Het is speciaal. En ik weet dat mijn lichaam op dat moment heel anders is. Heel anders werkt. Dus nee. Ik weet niet. Ik draag het heel hoog. Normaal heb je maar één ziel van God. Dat goddelijk stukje. Ja, maar op dat moment heb je er twee. Ja. Ja, toch? Kan ik het zo een beetje aanduiden? Ja. Ja. Normaal gesproken als vrouw of ook als man, je hebt één ziel, dat goddelijke stukje, zeg maar, wat je als mens hebt. Maar op dat moment heb je er ineens twee. Ja. Dus de besluiten die je normaal voor jezelf, een sigaretje kan ik wel roken, maar je moet voor die tweede besluiten. Ja, want ik weet nog toen ik zwanger was, vrouw, bij die eerste. En wat ik wel heb meegemaakt, bijvoorbeeld. Dingen, vooral dingen die je gewend bent te doen, iedere dag of te gebruiken bepaalde dingen. Kijk, ik doe krakari, maar toen ik in verwachting was, kon ik niet eens met die geur, niet eens met dat water, niets. Klopt. Maar ik heb wel opgemerkt dat het dingen zijn wanneer je iedere dag bezig bent. Dat je opeens niet meer tegen dat soort dingen kan. Ja. En ik had niet maar veel vrouwen zeggen dat, maar bijvoorbeeld op werk of zo wordt daar geen rekening mee gehouden. Nee. Maar ja, maar dat vind ik wel jammer dan. Ja, dat is hoe de ik had niet veel dingen hoor, waarmee ik alleen sterke geuren. Ja. En wat ook belangrijk is, als ik zwanger ben, ik ga
mijn lichaam ga, dus ik ga mezelf gaan onderzoeken. Maar ik luku samiski wani na samiski no wani. Toch? Je hebt sommige vrouwen, ze geven continu over. Maar sommige, ik zeg het weer, sommige weten waardoor ze overgeven. Ik wist waar, wat men liet overgeven. Daarom heb ik maar 2 keer overgegeven. Bij de laatste. Bij de eerste 3 keer maar. Bij de tweede wist ik het nog niet. Ik weet niet wat ik melk. Ik zag van, als ik melk drink, geef ik over. En toen begon ik te geven van, laat me het nog een keer proberen. Mm-hmm. Toen zag ik van, werkelijk. Oh. En dan dronk je melk meer. Maar sommige mensen, ze weten dat ze niet tegen iets kunnen, maar ze blijven het doen. Dus ik probeer dat is met de meeste alles. Te onderzoeken zelf. Nee, en probeer daarmee te werken. Dan ga je zien dat het gaat. En met je eigen gevoel. Ik had alleen mijn eerste twee maanden was ik ziek. Ik had helemaal geen probleem. Maar je moet gewoon jezelf gaan leren kennen. Ga jezelf onder je lichaam onderzoeken. Dat is heel belangrijk. En ook al je niet zwanger bent. Mm-hmm. Je lichaam. Je moet je lichaam kennen. Je moet weten wat het wil en wat het niet wil. Hoe vinden jullie dat een vrouw moet omgaan met dromen tijdens de zwangerschap? Ja, ik dromen. Dat is ook een stukje daarvan. Dat zei ik buiten ook, toch? Als je... Soms heb je... Dat wat we net zeiden, soms heb je gebiesmas. Oké, okay, ja. Maar als je zelf je tjari schrijft, boom, je bent rein met jezelf, schoon met jezelf, eerlijk tegen jezelf, krijg je alles in je droom. Ja. Alles. Het geslacht wat voor van het kind is. Alles, ook alles krijg je. Ja. Je hebt eigenlijk bijna niemand nodig. Dus je moet... Dromen zijn belangrijk tijdens een zwangerschap. Ja, ja. En, maar het belangrijkste is gewoon hoe je jezelf brengt. Want if je staat niet aan, ja. Dan heb ik nog één vraag, of eigenlijk is het ook wel een opmerking. Wat ook heel belangrijk is bij pasgeborenen, is dat niet iedereen gaat zeggen hoe mooi het kindje is. Wat is daarvan waar? Hoe belangrijk is dat? Oh, het schat. Okay. Ja. Daarom, iemand zei het, hou me te goed, ik weet niet meer wie. Ja. En of dat alles mijn lonkolo kiepje, sans doen. Je moet wel een limiet hebben. Eerste 8 dagen is het alleen mama, papa, tot daaraan toe. En oma. Toch? En oma, ja. Als oma in het huis woont. Dat. Mm-hmm. Ja. Toch? Maar zei dan misschien buurvrouw, Fusang. Als je dat kind niet ziet in de maat, dat gaat je mooi. Begrijp je? Juist. Daarmee wil ik. Ik hoop dat men me begrijpt. Ja. Ja. Oh ja, ik heb ook wat te zeggen. Ik vergat het net te zeggen. Net hadden jullie het over social media. Mm-hmm. Je kind, kijk, sowieso, kijk, als ik zwanger ben, voor mij mag iedereen het weten. Want daar ben ik om begin, alles moet je aanberen. Dat is waar. We zijn gelovige mensen, maar toch gelovig ook niet. Heeft mijn vader me ook geleerd. Ik mag mijn kind gewoon zetten op social media, alles is een baby, want dat heb je tap toejari, mijn potent toe. Dat kind, er gebeurt niets met dat kind. Het is gewoon wat die mensen in hun hoofd zetten. Kijk, sommige mensen hebben wat taboe. Ze zetten of bijvoorbeeld, wat ik heel vreemd vind. Ik vind dan, zet dat kind niet. Je pot een foto dat je pot een haartje of tap op je. Zie, wat is dat? Dan zet het niet. Zet het niet. Ja. Een dame, ik postte mijn dochter, zo oud was ze. Ze was in ieder geval nog baby. Had ik haar gezet. Ze had een kraamfeestje, had ik er gezet. Ze was volgens mij, het was allemaal eens, nog iemand. Heb ik er op Facebook, toen had iemand op Facebook gereageerd van ja, dit is nog zo jong, waarom doe je dat niet? Ik luister, het is mijn kind. Ja. En ik moet weten, ik ben verantwoordelijk voor dat kind op dat moment. Als ik het niet moest, als ik wist van als mijn vader me zei van Rem. Dan zou ik het hebben gedaan, maar en er is niets met mijn kind gebeurd. Ik heb het zelf ervaren, er is niets met dat kind gebeurd. Ik bedoel van, kijk, als jouw biesmasje hebben geleerd, niet doen, doe het niet. Maar dan kom het niet zetten, dan zet je iets op dat kind er gezicht. Als je dat heb geleerd, want als ik dat had geleerd van, zo, want je hoort het, want, weet je, nou heb je jongen toen, zie dit, dat. Maar na de jaren heen zie je van, bepaalde dingen zijn te bijgeloven. Je moet het soms zelf gaan ervaren. En bijvoorbeeld fotoshoot. Als ik dat geld had om een fotoshoot te maken met mijn buik, had ik het gewoon gedaan. Het is mijn kind, het is mijn lichaam. Ik
weet wel hoe ik me moet dragen. Ik moet weten wat voor respect ik voor mezelf heb en voor mijn kind. Dus niet een lingerie? Nee. Ik weet dat ik, hoe ik over straat moet lopen. De eerste voor mezelf, respect voor mezelf, voor mijn baby. Voor de vader van het kind. En voor... De familie. Van waar je komt. Ja, mm-hmm. Weet je? Maritje, juist. Ja. Nee, ik bedoel van ook, je biggie smas, van waar je komt. Ja, van waar je komt. Dus als je dat hebt, dan is dat niets aan de hand. Heb ik nog eens ook. Ik heb het ook hetzelfde ervaren, hoor. Is vanaf... Geboorte. Geboorte. Ja. Vanaf 8 dagen dat hij naar buiten kwam, is hij op Facebook. Na de bevalling, een uren zijn gelijk geplaatst. Ja, er is niets aan gebeurd. Nee. We weten wel. Dat kind is een foto. Is gewoon een foto. Ja. We weten wel dat dat kind pas na 8 dagen naar buiten mag. Ja. Dat is standaard. Maar mijn vader, het is... Daar heb ik een andere vraag. In Europa, in het Westen en in Amerika ook is het gewoonte om als de vrouw nog zwanger is, hebben ze een feestje voor het kind en voor die moeder een kraamfeestje. Ja, een baby shower. En dan worden cadeautjes gegeven. Ja. Maar ik heb begrepen dat het juist niet goed is, ik weet niet of het geloof is of bijgeloof, om voordat een kind geboren is aan cadeautjes te geven. Dat het pas erna moet gebeuren. Mm. Wat is jullie ervaring daarmee? Wij weten... Na 6 maanden of 4 maanden begin je baby dingen te kopen. Maar je mag het niet wanneer je bijvoorbeeld je weet 2 weken dat je zwanger bent. Nee, dan mag je nog geen baby spullen kopen. Maar meestal wordt baby shower gegeven, 8 maanden, 9 maanden zo. Weet je wat er baby shower gegeven? Heb je ook al spullen. Nee, dat is geen probleem. Okay. Hebben we wel van hier op de WhatsApp hebben we een bijdrage van een luisterares. En die zegt, goedemiddag. En dat is met mij gebeurd, 41 jaar terug. In Slans met babyshow en de volgende dag overleden hoor. 9 maanden voldragen en niet ziek. Dan, het zou fijn zijn als de mevrouw nog beter kon uitleggen. Dit is een beetje kort, maar het is in ieder geval na 41 jaar lijkt mij nog steeds een heftige impact. Ja, Jim Nisha had het erover. Ja. Hoe erg het is. Ja. Dus dat ze wel de baby geschoten heeft, ik maak dat eruit op. En dat kindje wel is overleden. Na 1 dag. Ja. Ja. Dat is toch, dat is te vroeg. Ja. Daarom zeggen we van, wanneer je baby pas is komen, komt er nog geen bezoek. Dat de familie komt en dat soort dingen. Na 8 dagen, dan heb je porca door. Ja. Juist. Dan mag iedereen de baby zien. Ja. Maar niet dat 1 dag. Ja, wat is dat? Hmm. Sommige mensen ook bij mij, als wij bij de inheemse volk, is het soms niet na 8 dagen. Oké, het komt 8 dagen buiten, maar soms ziet de rest van de familie de baby pas. Ja, de rest van de familie. Ja. Eigenlijk is het 8 dagen dat de baby naar buiten mag. Gewoon. Ja, dat even gewoon letterlijk naar buiten. Yes. Ja. Maar niet dat iedereen op bezoek mag komen. Nee. En baby mag optillen en knuffelen en alles. Nee. Oké. Okay. Dan wil ik een van de dames vragen om toch een soort eind aan de uitzending... te maken met een mooie boodschap. Nog een laatste boodschap. En dan is het alweer voorbij voor deze keer. En dan, tijd is voorbij gevlogen. Ja. Ja, ik heb... Oh, en de mevrouw vroeg toch dat iedereen op babybezoek kwam in het ziekenhuis vroeger. Dus vroeger gebeurde het gewoon meteen, kwam iedereen op bezoek. En dat is de reden geweest dat kindjes meteen is overleden. Ja. Dus alsnog gecondoleerd, mevrouw. Ik weet dat het heel lang geleden is. Maar ik denk dat u het vandaag nog steeds als pijnlijk ervaart. Ja. Dus, dan Bassie Nico. Ja, volgens mij wilde Marilva. Oh, Marilva. Ja. Ik zou zeggen. Als afsluiting. Wat ik wil zeggen aan jonge dames tussen, 18 en 30 jaar. Als je weet dat je niet ready bent voor een kind, toch? Gebruik voorbehoedsmiddelen. Mm-hmm. Gebruik een condoom. Je weet nooit waar je zwanger kan raken. Ja toch? Nu denk ik dat ik een man op moet dat je hoort dat Tamara Atinode welkom. Ja toch? Ja. Weet wat je doet als vrouw. Mannen, jullie zijn ook een beetje, moeten ook een beetje bewust bezig zijn, denk ik. Ja toch? Verantwoording kunnen. Want, nog één ding, want euthanasie, morning after pill, mag dat volgens de Winti-religie? Ja. Dat is letterlijk maar 1 dag. Ja. Okay. Echt volgroeid, er zijn nog, ik kan wezen op de celletjes. Fysiek, ja, okay. Juist. Ik moest deze toch nog even stellen.
Ja, we gaan heren. Doen. En dan, als je weet dat je niet ready bent om papa te worden, gebruik je verstand. Ja, bezint, Irgij. Gebruik je verstand. Want in plaats van een zwangerschap kan je ook HIV krijgen. Oké, dan. Ja. Ja, toch? Ja, zeker. Dus gebruiken jullie je verstand. Dat is alles wat ik nog wil zeggen. Ja, dat is het einde. Ja. Dank u allen voor uw aanwezigheid en bijdrage bij dit programma. Het is een mooi programma geworden. Ja. Ja, ja. En dan... Ja, dan sluiten we af met een mooi liedje en daarna komt de tune. Yes. Remember, don't forget, tell everybody.